En hier, ja, hele goedemorgen en welkom bij deze vrijdag. Ja, moest even over nadenken. Hey, goedemorgen, Moppie. Goedemorgen, poppetje. Zal ik jou eens lekker verschonen? Wat een heerlijk trappenzakje heb je aan. Ik ben jaloers. Ja, en dit is een zoogcompres. Anders lek ik door, hè? En ik ga vandaag proberen heel veel van mijn verjaardagsfood te maken. En dat. En daarnaast heb ik rijles vandaag. Dus ja. Maar eerst verschonen, hè, Moppie? En we gaan heel vandaag in bad doen, denk ik. Maar pas als papa terug is. Jeff is inmiddels naar zijn werk. We waren nog één keer in de nacht wakker geworden om haar eten te geven. Maar ik was zo moe, ik dacht ik ga even niet filmen. Dus dat. Ja. Als ontbijt heb ik even wat minder interessants. Ik heb gewoon een sojayoghurt. Die wil ik namelijk uit de koelkast hebben. Dat scheelt weer ruimte. Ik denk nu alleen maar in ruimtebesparing. Dus sojayoghurt en daar doe ik een beetje agavesiroop bij. En verder de was gedaan. Ik heb net mijn koolfset gesteriliseerd en afgedroogd en weer terug gedaan. Ja, de afwassen kan ik echt nog even niet aan. Echt geen zin. Ik ga de aardappels zo even schillen. En die ga ik dan alvast koken, denk ik. Ja, hierin. En dit lijkt vies trouwens, maar het is gewoon aanslag of zo. Oké. Goed verhaal. Dus ja, ik ga eerst maar even ontbijten. Ik ging net zingen, want ik zing wel vaker gewoon omdat ik dat leuk vind. En dan valt ze echt heel snel in slaap. Sowieso in de draagzak is zo'n goede combi. Maar als ik zing, dan valt ze helemaal snel in slaap. Zo schattig. Dus ja, echt heel leuk. Iemand die het in ieder geval heel erg waardeert dat ik zing. Echt leuk. My own little fan. En ja, ik ga nu eten. Oké, ik heb net de aardappelsalade gefinished. En ik heb het idee dat ik het leven helemaal onder controle heb. Voelt zo chill als ik het idee heb dat alles past. Want ik wil mijn taart nog erin. Die ga ik vanavond maken. Die kan op zich hier, als ik die potjes naar de zijkant zet. Alleen dit druppelt, dus dat is wel een beetje naar. Dus ik denk dat ik daar dan, ja, dan maar een plastic zakje of iets overheen ga doen. Of papier. De aardappelsalade past hier net. En ik heb hier de gegrilde groenten in een bakje gedaan. In dat vriesvak. Ja, ik denk dat dit nog gaat lukken ook. Ik dacht eerst al om een berichtje naar de buren te sturen. Van joh, als jullie nog ruimte in je koelkast hebben, help alsjeblieft. Misschien dat ik dat alsnog moet doen. Maar tot nu toe niet. Dit heb ik er alvast uitgehaald. Een restje van gisteren. Die kan ik zo in de oven zetten. Ik vind deze super handig van Ikea. Ik vind het sowieso mooi staan in de koeling. Maar ook gewoon dat deze kun je eraf halen. En dan kun je deze gewoon in de oven zetten. Super chill. Not sponsored. Ik ben nu wel echt kapot. Die kleine ook, geloof ik. Maar die werd af en toe een klein beetje wakker. Ik denk dat ze, als ze wakker wordt, weer voeding wil. En ik denk dat ik zo dat ding maar in de oven ga zetten. Want het is nu 20 voor 12. Het lijkt me handig als ik om 12 uur half 1 ga eten. Want ik heb dus om 2 uur rijles. Ja. Ik ben echt kapot. Ik moet nog rijden 2 uur lang. Wordt vervolgd. Net even geknuffeld met die kleine. En nu ga ik lunchen. Dat is de enige manier hoe je kan eten en hoe zij satisfied blijft. Op de een of andere manier vindt zij het super chill als ze over de schouder gehangen wordt. Hier, poppie? Ja, hè? Ja. Zo schattig. Mama houdt van jou. Ik heb over een half uur rijles en ik heb een broodje gezond gemaakt. En ik hoop eigenlijk dat Jeff zo thuis komt. Want dan kan ik net wat makkelijker eten als ik niet die kleine hier heb. En ik denk zodra ik er wegleg dat ze begint te huilen. En nou kan ze ook gewoon
even blijven huilen. Maar ja, ik vind het toch chiller als het niet gebeurt. En als Jeff haar gewoon overneemt, want dan kan ze rustig verder slapen. Ik heb net geappt wanneer hij thuis is. Ik ben benieuwd. Jeff is er weer en ik heb mijn ontbijt, of mijn lunch, opgegeten. Mijn ontbijt is een tijdje geleden. En ik ga mijn sokken aan doen en dan door naar rijles. En ik hoop dat dit keer beter gaat dan de vorige keer, want tot nu toe laten we zeggen dat ik nog niet klaar ben voor mijn examen. Dus ik hoop dat het vandaag beter gaat. Nou, mijn rijles ging gelukkig super goed. Ik ben wel echt helemaal gaar. Maar ik ga alvast aan de slag met mijn taarten. En die kleine ligt hier op bed. Super schattig. Jeff heeft er in slaap gekregen. Je hoort white noise, dat helpt. Jeff is net naar de winkel gepeerd. Die gaat geheime dingen doen voor mijn verjaardag. Ik ben benieuwd. Mag ik natuurlijk niks over weten. Wordt vervolgd. En ik ga dus deze uitproberen. Ik kreeg hem van Whitney. Thanks Whitney. Eigenlijk heb je bij deze bijgedragen aan een van mijn taartdingetjes voor mijn verjaardag. Vegan brownies. Dus ik dacht, laten we die meteen maar maken. Meestal doe ik en iets van chocola en een taart. En dan nog fruit on the side. Dus dan heb ik fruit voor de gezonde optie. Mensen die wat gezonder willen eten. Chocola kan natuurlijk nooit verkeerd gaan. En de ander wordt gewoon echt een taart. Echt mijn verjaardagstaart. Maar goed, dus ik ben heel benieuwd hoe die brownie gaat smaken. Ik ga uiteraard de beslag snoepen. Dat is het voordeel van vegan zijn. Geen rauwe eieren in je beslag, dus lekker kanen. Maar goed, ja, ik ben benieuwd. Brownie tijd. En ik vind het chill dat er hierbij ook zo'n bakkie zit. Volgens mij is dat bijna altijd bij brownies, maar waar die in kan. Ik moet wel zeggen dat ik dit een heel klein bakje vind. Ik weet niet of dit genoeg is voor iedereen voor mijn verjaardag, maar anders eet ik het lekker zelf op. Brownie ziet er goed uit. Misschien dat ik er nog chocola overheen ga smelten, maar weet ik nog niet. 2 cupcakes, want ik weet dat mijn vader niet houdt van botercreme en dat soort dingen. Dus ik dacht, ik doe 2 cupcakes voor hem apart. Hè? Speciale behandeling. En ik heb hier de taart ready. En die ga ik door midden snijden. En dan ga ik een botercreme tussen doen. En eromheen. Maar die botercreme moet ik dus nog maken. Dat is het enige wat ik nog vanavond moet doen. En misschien dus chocolade smelten voor met die brownie. Super chill. White noise staat weer aan trouwens. Jeff heeft net gegeten. Nu is het mijn beurt. We eten nog steeds om en om. En ik had een beetje veel tomaten over. Ik heb meer tomaten gekocht dan uiteindelijk echt de bedoeling was. Dus vandaar de extra tomaten, lol. Ja, sushi bowl. Oh my god, het was even stil. En ik vraag aan Jeff, slaapt ze al? Maar ze is niet de enige. Kijk eens, schatten. Oh. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen nog wel. Ik dacht, ik ga even kijken of je scherp bent. Ik ben kapot. Ik hoorde Vee het op je vingers sabbelen. Dat is een klein boefje. Ja, een boefje. Morgen is het je verjaardag, of je verjaardag met je. Ja, morgen mijn verjaardag. Een beetje. Ik moet nog wel de cake crème maken voor mijn taart. Ja. Ik wil eigenlijk meteen slapen. Ja. Nou, ik heb net geslapen met Vee. Ik ben echt kapot. Hoofdpijn. Maar we zijn er nu een badje aan het doen. Oh my god, ze kijkt zo schattig. Oh my god. Van wat gebeurt er nu? Die is de schattigste baby van de wereld. Oh my god. Oh, wat een heerlijk mokkeltje ben je toch?
Oh my god, wat schattig. Ik heb net de botercreme gemaakt. En ik heb een hele grote... Het ziet er goed uit. Maar ik heb een grote fout begaan. Ik heb mijn tanden al gepoetst. Dus ik kan niks proeven hiervan. Dat heb ik even niet over nagedacht. Maar normaal gesproken zou ik zeker voorproeven. Maar dat is nu niet mogelijk. Dus ik denk dat ik morgen pas het resultaat kan proeven. Nou, zal het niet fout gaan. Ik heb de taart al 1 keer eerder gemaakt. Dus op zich kan niet heel erg fout gaan. Ik ga een disco dip taart maken. Want ik word dan wel 27. Maar ik blijf een klein kind. Ben benieuwd. Oh ja, en er komt dus een andere laag op. Nou, ik heb zo subtiel mogelijk de 27 erin proberen te verwerken. Ik weet niet of hij helemaal goed in het midden zit. Volgens mij zit hij iets te veel naar boven. Maar ja, ik vind het helemaal best. Ik heb hier omheen disco dip gedaan. Ik dacht, ik ga toch voor het iets subtielere effect in plaats van all over. Dat had ik vorig jaar gedaan. Ik denk dat dit hem wordt en dan zet ik hem in de koelkast. En dan morgen hoop ik dat dit er nog een beetje in staat.